Sinds 1 juli 2011 is de keuring privé-waterafvoer in werking getreden. Dit betekent dat elke aanvraag voor een nieuwe klant op het rioleringsnet gekeurd moet worden. Als klant moet je zelf de keuring aanvragen en betalen. André is een erkend keurder en voert een controle uit bij de nieuwbouw van Steve. André, wat gaat je juist doen? Ik moet eigenlijk controleren dat alles van het afvalwater volledig gescheiden is van het regenwater. Enkel afvalwater mag geloosd worden in de riolering, geen regenwater. Dat vang je op in een regenwaterput. De keurder zal je naar enkele documenten vragen. Een kopie van de bouwvergunning, het rioleringsplan, indien mogelijk ook foto's van de aanleg van de afvoerbuizen en facturen van bijvoorbeeld de regenput, de infiltratievoorziening en de septische put. Hij moet de deksels en de toezichtsputjes kunnen controleren tijdens de keuring. Zo kan de keuring vlot verlopen. Dit is camera. Geef me een beeld wat ik hierop zie. Wat hij ziet, zie mij op het scherm. Kan ik perfect volgen naar waar dan de leidingen gaan. De ene buis is gewoon de buis die we daar blot zien liggen. De andere buis is de buis die van de toiletten afkomstig is. Ik zou de camera kunnen doorduwen en naar ieder wc, naar ieder lavabo kunnen gaan. Meer eenvoudig is gewoon even wat lucht door te blazen. Een onder druk stoom eigenlijk. En ik hoor hem vrij duidelijk blazen, dus hier blaast hij momenteel op. Dus deze buis zit aangesloten op het putje buiten en heeft daarmee verbinding, dus loopt langs daar af. Hier gaan we dus hetzelfde testen als vooraan. Alleen is het nu niet afvalwater, maar is het regenwater, want we staan hier vlak bij de regenwaterput. In principe komt dus al uw regenwater dat je opvangt van uw daken en uw platte daken in deze put terecht. Wordt hergebruikt voor wc's door te spoelen of andere kraantjes door te spoelen. En als hij overloopt, is er een overloop voorzien. Je laat de keuring het beste plaatsvinden als je je privéwaterafvoer aangesloten hebt op de huisaansluitputjes van de rioolbeheerder. De keurder gaat na of het hemelwater en het afvalwater volledig gescheiden zijn aangelegd. Het hemelwater dat van de daken en van de verhardingen komt, mag niet gemengd worden met het afvalwater. En dan zet er terug de blazer op. Nu ga ik het toestel niet enkel op blazen, maar ga ik ook rook mee sturen. We zien alle rook verschijnen, dus alle dakgoten die we rond geweest zijn, alle dakgoten die roken, zijn ze allemaal zitten op de regenwaterput. Dus al het afvalwater gaat naar vooraan, al het regenwater gaat naar achteraan en blijft achteraan. Dus we hebben een volledige scheiding van regenwater en afvalwater op dit terrein. Dus we zijn in orde? Ja, alles is volledig gescheiden en volledig in orde. Je krijgt na controle en goedkeuring een keurings- of conformiteitsattest. Je ontvangt dit per post of via mail en stuurt daarvan een kopie naar je rioolbeheerder. Dit kan de gemeente, drinkwatermaatschappij of rioleringsmaatschappij zoals Infrax zijn. Dan pas wordt de aansluiting definitief opengesteld. Voor meer info over de correcte aansluiting op de openbare riolering kan je terecht bij je rioolbeheerder en op www.vlario.be.